Er zijn veel redenen om Myanmar te mijden. Natuurgeweld, armoede, knokkelkoorts en malaria, om er eens een paar te noemen. Maar vooral het militaire regime, dat al een halve eeuw een schrikbewind voert. De eenheid bewaren, dat is de schaamlap van de generaals. Terwijl het volk gebukt gaat onder economische teruggang en gestegen prijzen, golven zij op hun privéresorts. Toeristen zwijmelen weg bij de vele tempels en pagodes van Bagan. Het ontgaat ze dat de overheid ze langs visitekaartjes loodst, weg van de werkelijkheid. Wie de achterkant van Myanmar ziet en spreekt met gewone mensen, weet beter. Ook al lijkt het straatbeeld in Yangon en Mandalay normaal en gedraagt de bevolking zich er ontspannen, het blijft een feit dat het leger in de afgelegen gebieden ongestoord zijn gang gaat. De slechte infrastructuur helpt ze een handje om dat verborgen te houden. De dagelijkse onderdrukking is geniepig. Belastingen zijn daarbij een wapen. Belastingen op smartcards voor de decoders sluiten de gewone man af van de westerse televisiezenders. Roestige schotelantennes leveren alleen platvermaak uit de regio. Wie kan naar het buitenland bellen wanneer er $4,50 per minuut government tax wordt geheven? Yangon is niet zo smerig als menig andere Aziatische miljoenenstad. En er is geen McDonald's, Kentucky Fried Chicken of Pizza Hut te bekennen. Pal in het centrum ligt de Soule-pagode. Hier protesteerden 3 maanden geleden de monniken. Nu raast er het verkeer door de straten en over de demonstratie wordt niet meer gesproken. De armoede is niet meteen zichtbaar. De hoofdstraten van Yangon zien er netjes uit. Maar kijk je opzij, dan zie je de verpaupering. Mannen en vrouwen kauwen in betelbladeren verpakte stukjes betelnoot met kruiden en tabak. De smaak is bitter en zorgt voor een lichte roes. De tanden van veel volwassen mannen zijn rood gekleurd. Het is moreel verwerpelijk om een land dat zo arm is nog verder in de ellende te duwen. Juist de contacten en samenwerking met het buitenland kan de democratisering op gang helpen. Wat de Amerikanen en andere westerlingen miskennen, is dat hun spierballentaal en boycott het regime in een positie hebben gebracht die tot ernstig gezichtsverlies zou leiden als men aan die buitenlandse druk zou gaan toegeven. De brede boulevards in het centrum worden bevolkt door de winkeliers die hun handel voor een belangrijk deel op de stoep proberen te drijven. Daar staan ook de Maduro damterrasjes van de talloze thee- en eethuisjes. Hier drink je groene thee. Of je eet een min of meer gebakken of gefrituurd hapje van ondefinieerbare herkomst. Mannen dragen een longi, een wikkeldoek die gedragen wordt als een tot op de enkels hangende rok. Een ander in het ooglopend gebruik is de tanaka. De tanaka wordt bereid door de bast van de tanaka-boom over een natte steen te wrijven. Het levert een beige lichtgele crème op die door veel vrouwen op het gezicht wordt aangebracht. Het dient een tweevoudig doel. Het biedt verkoeling en bescherming tegen de werking van de zon en is tevens bedoeld als verfraaiing.
alles in Yangon vormt een harmonisch geheel. Misschien ligt het aan de tolerante samenleving, misschien wel aan de ruime opzet van de stad, of misschien ook wel aan de magische aantrekkingskracht van de Swedakon-pagode, die zonder meer tot de belangrijkste boeddhistische bouwwerken op aarde behoort. Het complex ligt op een hoge heuvel en de stupa is 98 meter hoog. Geen wonder dat je de Swedakon al ver buiten Yangon kunt zien blinken en schitteren. Swedakon. De taxichauffeur mompelt de naam als een toverformule, terwijl zijn wijsvinger een gouden kolos in de verte aanwijst. Er is een lift, maar de blote voetenwandeling per trap is natuurlijk veel leuker. De trap is een behoorlijke klim, maar pas bovenaan hap je naar adem. De stupa van dichtbij is verpletterend en in de heldere ochtendzon verblindend. Ik weet niet of het oneerbiedig lijkt, maar ik ben blij dat ik mijn zonnebril heb meegenomen. Het is overal goud wat er in de zon blinkt. Zodra je de eerste indruk, het imponerende van de architectuur en alle goud dat er blinkt te boven bent, beginnen andere dingen op te vallen. Overal zijn mensen, rustig wandelend of op de grond gezeten, sommigen mediteren. Mensen zijn bezig met offergaven of het plengen van water over beeltenissen van Boeddha. Myanmar is een land van illusies. En er wordt van buitenaf druk gewerkt aan het scheppen van nog meer illusies. Dat gebeurt door de complexe werkelijkheid te reduceren tot een meer simpele. Als je de westerse media volgt, lijkt de geschiedenis van Myanmar te beginnen in 1962, bij het aantreden van de junta. Het voordeel van zo'n benadering is dat het allemaal overzichtelijk blijft. Je hoeft je er niet over te verwonderen dat vele eeuwen boeddhisme van alles heeft gebracht, behalve een vredelievende samenleving. Ook in etnisch opzicht is dit een vreselijk gecompliceerde samenleving. Het land is een etnische potpourri met net iets te veel ingrediënten. Dat er tussen de onafhankelijkheid in 1948 en de staatsgreep van 1962 bloedige etnische oorlogen werden uitgevochten, wordt nog wel eens vergeten. Myanmar is met veel geweld bijeengehouden door militair ingrijpen.